Gisteren kwam de zorg op straat. En mevrouw de minister, ik moet zeggen, het was indrukwekkend. Er waren ongelooflijk veel mensen afgezakt naar Brussel gisteren. Veel meer dan verwacht. En men had een 10.000 à 12.000 mensen verwacht om mee te betogen voor de zorg. Maar het waren er meer dan 20.000. En de eisen gisteren waren heel erg duidelijk en gelijklopend over bijna alle sectoren. Ze zeggen de werkdruk is veel te hoog en de lonen zijn veel te laag. En iemand spreekt mij aan, zegt Lize, zorg voelt vandaag aan als bandwerk. Er is geen tijd meer om echt naar de mensen te luisteren, om een babbeltje te slaan met de mensen, om de mensen te leren kennen. En dat maakt de job niet aantrekkelijk. Dit was een algemene betoging. En daar bedoel ik mee de hele zorgsector, Franstalig, Nederlandstalig, federaal, Vlaams, zonder onderscheid. Dus dat is het eerste wat ik wil melden. Dit was geen betoging tegen Vlaanderen of tegen de dien of tegen de dien. Het was een betoging van de hele zorgsector. Ten tweede, eigenlijk zouden we allemaal kunnen meelopen. Het acuut tekort aan mensen in de zorg, collega's, vandaag is enorm. Ja, mevrouw de minister, u zegt we zouden allemaal moeten meelopen. Ik ben inderdaad meegelopen gisteren, omdat ik de eisen van de vakbonden en van het personeel ondersteun. Maar dat is niet, mevrouw de minister, wat de mensen van u verwachten. Ze verwachten niet van u dat u gaat meelopen in de betoging. Van u verwachten ze dat u maatregelen neemt, dat u zorgt voor de nodige budgetten. En dan zegt u, 2 jaar geleden hebben we een akkoord gesloten en dan verwacht ik 5 jaar sociale vrede. Dat zegt u. Die krijgt u niet. En hoe komt dat? Hoe komt dat? Omdat het akkoord dat gesloten is niet volstaat voor de problemen die er vandaag zijn in de sector. Het volstaat niet. Het volstaat niet om enkel te zeggen, we gaan de sector aantrekkelijker maken vandaag. Dat volstaat niet, want de sector zelf zegt, mijn job is vandaag niet aantrekkelijk. En ik besef dat. Ik heb te weinig collega's, ik heb een te laag loon, mijn job is niet aantrekkelijk. U kan die job aantrekkelijker maken. En dan moet er een nieuw sociaal akkoord komen met opnieuw een loonsverhoging en hogere personeelsnormen en betere loon- en arbeidsvoorwaarden nog binnen deze regering. Als dat er niet komt, mevrouw de minister, hebt u de eisen van de sector en de verzuchtingen van het personeel niet gehoord.